you. Oké, het staat op het scherm. Dus WordPress, website onderhoud met WP, CLI. Ik ga het gewoon in het Nederlands CLI noemen. Ik ga u even mee terugnemen, terug in de tijd. Namelijk 2200 jaar geleden, de bibliotheek van Alexandria in Egypte. Was op dat moment in de wereld de grootste bibliotheek. Had 400.000 papyrus boekrollen met informatie in. En eigenlijk als je iets wilde weten, iets wilde googlen in die tijd, moest je de boot nemen naar Alexandria en daar in de bibliotheek een kijkje gaan nemen. Nu, het probleem met zo'n bibliotheek van papyrus was, die dingen, papyrus, dat ging ongeveer een mensenleven mee. Dat moest opnieuw met de hand overgeschreven worden. Er waren nog geen drukpersen, er was nog geen WordPress. Om dat over te schrijven hadden we kopiïsten die met twee, daar werd al een pair programming gedaan in die tijd, met twee zo'n boekrol overschreven. Dat duurde ongeveer 5 weken met 2 personen. Nu zaten ze daar met 400.000 boekrollen die ze eigenlijk met de hand dienden te onderhouden. Dat was praktisch onmogelijk. En daarom eigenlijk dat we nu van die bibliotheek niets meer over hebben. Die is volledig vergaan door gebrek aan onderhoud. Dan komen we aan onderhoud vroeger en nu. Langs de rechtsloop... We hebben zo een dingetje. Ik ga eens kijken, het werkt. Dat is een fragment van de oudste Bijbel die er is. Dat is het enige wat daarvan over is. Komt vandaar uit Alexandria. Nu, met onze websites hebben we gelijkaardige problemen. Websites die niet onderhouden worden, die worden trager. Het gebruiksgemak gaat achteruit. SEO-rankings gaan ook naar beneden. En uiteindelijk, als je het echt voor de hoofdprijs gaat, zal je site gehackt worden. Nu, wat is het enige dat eraan te doen is, is natuurlijk updaten, onderhouden. En dat kost tijd. Veel mensen klikken graag in de backend. Dat is het eerste dat we leren kennen bij WordPress. We leren de administratiepagina's kennen. We kennen onze weg min of meer daarin wel. Maar eigenlijk, als je dat uithelt, dat is heel wat tijd dat je daarin steekt in klikken. Nu hebben we die command line interface, die commandolijn voor WordPress, die ondertussen ook officieel onderdeel geworden is van het WordPress-gegeven, waarmee je alles kan uitvoeren wat je kan via de backend, via de administratiepagina's en eigenlijk nog meer. En bovendien, het valt ook te automatiseren. Bijvoorbeeld, je kan het laten samenwerken met Cron, iets waar iTouch vermoedelijk straks nog iets over gaat vertellen. Maar het belangrijkste, en we zitten hier in de snelle talk, het is gewoon razendsnel. Een voorbeeldje, want ja, veel mensen zijn nog altijd in hun klikdingen. Ook deze man hier, die heeft een heel systeem uitgedokterd om kunnen heel snel al zijn boeken te onderhouden. Nu, wat hij net deed, was een nieuwe plugin die hij gemaakt had te installeren. Het eerste wat er gebeurd is, het werkt niet meer. Bijkomend probleem, zijn backend en administratiepagina's zijn ondertussen ook niet meer bereikbaar. Dus ja, probleem, even over nadenken. En wat hebben we dan? Dan hebben we die WP-CLI, die commandolijn, die ons komt redden. Want met die commandolijn kunnen we door het intikken van 1 lijntje tekst, eigenlijk het eerste lijntje dat we zien, WP-plugin deactivate en de naam van de plugin. En de plugin wordt uitgeschakeld, de website is er terug, hij is terug bereikbaar. Dat heeft de tijd gekost om het in te tikken eigenlijk. Nu, mensen die niet vertrouwd zijn met de terminal, dat is op zich geen probleem. De meeste systemen zijn uitgerust met zo'n terminal. En je collega's die ermee vertrouwd zijn, gaan je dat ook graag uitleggen hoe het werkt. Dat is eigenlijk niks om schrik van te hebben. De installatie van WP-CLI op je webserver, ook weer iets. Alle hostingbedrijven die hier sponsoren, hebben het ongetwijfeld standaard in hun pakket aangeboden. En ook opnieuw, als je zelf host, er zal zeker een collega zijn of een kennis die je dat graag uitlegt. Dan, hoe gaat dat in zijn werk? Het handige bij de WordPress-commandolijn is eigenlijk dat alle soorten van help, alle informatie, eigenlijk de volledige website wp-cli.org met alle handleidingen en uitleg op, dat zit gewoon in die tool ook in. Dus als je op je commandolijn WP of WP-help zou tikken, dan krijg je deze informatie te zien waar onmiddellijk wordt uitleg gegeven over het specifieke commando. Alle mogelijke commando's die momenteel standaard aangeboden zijn, zie je hier nu op.
Degene die ik nog even ga belichten vandaag zijn specifiek dingen die we voor websiteonderhoud nodig hebben. Ik denk daarbij aan plugin, het activeren, het installeren van plugins, het updaten van plugins, updaten van je core. En eentje dat ik er toch ook nog graag bij heb en die ik ontzettend goed vind werken, is de search and replace. De synopsis van zo'n commando's. We hebben eerst WP, daar beginnen we mee, zo heet het ding ook. Dan kiezen we het specifieke subcommando plugin. Het gaat over het beheren van plugins. En dan hier in dit geval, het geval dat we gebruikt hebben om onze website daarnet te redden, deactivate en de naam van de plugin. Die syntax wordt eigenlijk overgenomen op alle volgende, op alle eigenlijk commando's die momenteel in de commandolijn van WordPress zitten en ook die er in de toekomst zullen bijkomen. Dus het is eigenlijk een vrij logisch herkenbaar systeem. Eigenlijk het enige, wat het belangrijkste is, als je iets uitkiest, je kan er altijd streepje streepje help achter tikken en je krijgt opnieuw weer een volledige uitleg, help uitleg. In dit geval over het beheren van plugins. Wat men met een plugin allemaal kan doen, hier activeren, verwijderen, deactiveren, een lijst oproepen van alle plugins die geïnstalleerd staan op dat moment op je installatie. Dat is bijvoorbeeld die WP plugin list. We tikken dat in, we krijgen een overzicht van onze plugins die geïnstalleerd zijn, met nog bijkomende informatie of dat er updates beschikbaar zijn of niet. Stel we willen zo een update doen, WP plugin update, tikken dat in, tikken er streep, streep, help achter, we krijgen terug de volledige uitleg. In dit geval gaan we die evil plugin updaten, want er is een nieuwe versie van gemaakt. Het enige wat we moeten doen om die plugin te updaten. Nu, wanneer wordt het pas interessant en wanneer wordt het eigenlijk tijdsbesparend? Namelijk als we verschillende update-taken kunnen combineren. Eerst zien we hier WP plugin update all. Als we dat intikken, zullen automatisch alle plugins die geïnstalleerd zijn waarvoor een update beschikbaar is, geüpdate worden. De volgende WP theme update all, zelfde systeem, maar met alle geïnstalleerde thema's. En dan WP core update, de update van je WordPress core. Tik ze allemaal achter elkaar, schrijf er ampersand tussen. En met dat ene lijntje heb je eigenlijk je volledige website geüpdate. Voor leren we zo'n zaken beginnen, kunnen we natuurlijk best ook eerst een export doen, bijvoorbeeld in dit geval van onze database. Hetgeen ook de commandolijn voor jou volledig zal aanpakken en oplossen. Ga gewoon kijken naar je configuratiebestand van je WordPress-site. Zal daar gaan kijken wat de database credentials zijn. Open zelf de database, doet de volledige SQL-dump en zo. En dan echt de leukste, de eerste die ik echt in praktijk tegengekomen ben en gebruikt heb, en dat is WordPress Search Replace. In dit geval gaan we zoeken overal in onze database van WordPress naar het stukje tekst http://tst.com en we gaan dat vervangen door https://.com. Ik heb er nog even streepje streepje dry run achter getikt en dat betekent eigenlijk dat heel de opdracht zal uitgevoerd worden, heel de zoekopdracht, zonder dat er iets aangepast wordt. En dan krijg je eigenlijk een overzicht van in welke tabellen dat stukje, die string, beschikbaar is. En het leuke is ook dat deze zoekopdracht ook gaat kijken in de geserialiseerde objecten die opgeslagen zijn in de database. Gaat die bekijken, gaat die openen en gaat de tekst daarin aanpassen op een manier dat als je dat echt met de hand zou willen doen, quasi onmogelijk is. En dit is bijvoorbeeld handig. In dit geval, je schakelt over van HTTP naar HTTPS. We moeten het overal aanpassen. Of je gebruikt een dump van een testwebsite die je naar een soort productie of naar een staging en je moet daar zaken in aanpassen van URL's. En zo zijn we op het einde gekomen. Namelijk door het gebruik van die WordPress-commandolijn zouden die mensen die destijds zo ijverig al die boeken overschreven meer tijd over hadden voor de dingen die belangrijk zijn in het leven.